Ja! Oh! Ah! Oh shit! Fuck! Ah! Ja! Welkom op Joost op vrijdag. Vandaag gaan we wat leuks doen. We gaan even eerlijk, real talk, weet je, real talk. Ik had geen idee wat we in ieder geval... Ja, Leon is hier trouwens ook. We hadden geen idee wat we gingen doen. Deze motherfucker met mijn camera alleen, dus we moesten nu al een Joost op vrijdag video gaan maken. En Leon zegt, laten we wat met de wind doen, want het waait tering hard buiten. Dus ik denk, hey, laten we gewoon een vlieger maken. Wie kan de beste vlieger maken, Leon? Ik. Ja, op de basisschool heb ik al eens een vlieger gemaakt, right? Ja. Maar dan loop jij al voor. Ja. alsof ik nog weet hoe ik een fucking vlieger maak. Je wordt gewoon voor opgeleid. Oké, laten we naar de Bruna gaan. Het is nu 5 uur bijna, dus ik denk dat de Bruna zo dicht gaat. En dan gaan we even... We gaan vanaf 5 minuten. Ja, nou, ik weet niet. Sommigen gaan om 6 uur dicht. I don't know about it. Maar we gaan vlieger shit halen. Van dat dunne papier, weet je wel, en touw. Laten we even kijken hoe laat alles dicht gaat, right? Dat is wel handig. Vandaag gesloten. Fucking hell. Het is alles gesloten. Ga met een helder. Het is tot 5 uur open. En het is... Het is 4 minuten voor 5, Leon. 4 minuten voor 5. Oh my god, dat is echt inderdaad. Ja, maar Praxis gaat ook om 5 uur dicht. Ja, we hebben niet gewoon dingen in huis. Ik zie daar A4 papier liggen. We kunnen geen vlieger maken van A4 papier. We kunnen van A4 papier vlieger maken, joh. Is dat zo? Er is veel wind buiten. Kijk, die bomen bewegen. Oké, het valt nu echt. Ja. Oh, wacht. Laten we gewoon... Doe het jezelf, home. Met die 3D-pen gaan we gewoon de outlines maken. Gaat het weg? Nee, dat breekt 100%. Oké, okay, fuck it. We gaan het even doen. Let's go. We gaan naar beneden. Oké. Okay. Fuck it. Let's werken. Ja. Wie maakt de beste vlieger? We gaan experimenteren. Dit is de ultieme do-it-yourself home vlieger gewoon. Oké, sorry, ik liet wat vallen. Wat doe je nou? Ik liet een gordijn heel als vallen. We hebben touw. Oh shit, we hebben touw, dat is nice. Oh, Leon. Oh shit. Boy! Hey, jou hoor, boy! Oké, ik heb meer. Okay. Ja, maar is dat niet te zwaar? Is het niet zwaar dan? Ik weet het niet. Dit is hier, voel het. Je kan er wel een vlieger van maken, right? Oké. We moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Gaan we echt gewoon de oldschool driehoek vlieger maken? Ja, hallo, we hebben beide gewoon eigen vlieger, hè? Dus, Ja, dat is wel waar. Maar we moeten dit wel een beetje eerlijk verdelen. Het losse gedeelte is ongeveer even groot als het hele geheel, zie je dat? Ja, inderdaad. Dus... Neem je de losse twee? Is goed. Het is wel zwaar, maar ik denk met als je ik maakte die shit vroeger ook met geel PVC. Het moet wel lukken. Geel PVC werkt. Ja, maar... Wat verwacht je? Het vloog best wel aan het regen. Als het worst case scenario niet lukt, dan hangen we gewoon de vliegers aan de drone vast. En dan, ja, dat, en dan vliegt dan het. Dan faken we het wel. Ik bedoel, we moeten het even meten, denk ik. We hebben... Een meetlint? Oh, hier, een zaag. PVC-zaag. Oké. Okay. We hebben alleen geen bankschroef meer, dat is wel een beetje vervelend. Dat maakt niet uit. Als jij eerst gaat zagen, ik ga even nadenken. Oké, ga jij even uitdenken. Ik ga even een zetten meten, want ik heb eentje in de kamer. Is goed. Zeg hier, ik ga ook op duct tape. Okay. Oh ja, ik heb een idee. Als je gewoon dit zo maakt en dan touw spant van hier naar hier, hieronder hier, dan heb je een soort vlieger. Is dat te groot, denk ik, of niet? Wie zijn dan meer talent, hij of ik? Yo. Je bent al begonnen met zagen. Ja, man. Oké, ik ga eens even meten hoeveel we hebben hier dan. 178 centimeter. En je bent iets langer. Dat komt denk ik door je afro. Je hebt echt een hele andere tactiek dan ik. Ik ga het gewoon doen. Jij gaat op de losse pols? Ja, ik ga het gewoon doen. Oké. Ik schrijf het even uit. Dat heb ik even nodig. Ik heb er gewoon... Ga je fluit maken? Stop 1. Doe het jezelf. Pardon? Ik heb even je telefoon gepakt. Wat is dit voor... Ik maak een vlieger bij dicht. Kijk, hey, man. Niet aan mij over mijn dingen te twijfelen, oké? Okay? Oh my god. Jij hebt echt uit de verkeerde techniek. Dat is echt een verkeerde techniek. Gewoon. Waarom? Weet je, het is... Nee, ik hou mijn mond wel. Ga maar. Kijk, dit zijn mijn berekeningen. Oh, maar kut, daar hou ik geen PVC meer over om het kruis te maken in het midden. Fuck it, ik even... Nee, dat doe ik gewoon met takjes of zo. Met takjes? Ja, ik pak gewoon... Hier, kom eens mee. Kijk hoe fucking veel hout er is. We hebben hoeren van takken. We kunnen dat gebruiken gewoon om ons vlieger, zeg maar. We hebben wel veel takken, ja. Ja, we kunnen het gewoon verstevigen met takken. Ja, dat is inderdaad wel. Hoe snap je dit gezaagd? Oh! You, what the fuck? Kerel!
Ja, Joost, hier kon ik niks aan doen hoor. Je liet het in de kattenbak vallen. Ik. I did it. I did a thing. Ruik niet meer kattenvoer hier dan. Oh! Precies volgens berekening, Leon. Het gaat goed. Het gaat helemaal goed. Het gaat bij mij ook goed. Het gaat bij mij ook goed, jongens. Kijk. Ja, ja. Poep. Oh shit, jij doet het zo? Ja! Nice. Ik doe het goed. Maar hoe ga je... Er moet toch een rand omheen, toch? Touwtjes! Ik doe gewoon een gevoel. Ja, jij doet een gevoel, ja. Heb ik wel respect voor, Leon. Daar heb ik respect. Bonuspunten, ik bedoel... Bonuspunten. Ik had het niet gered zonder mijn meting, hoor. Leon, check. Nee. Hey! Hey! Oh shit! Dat is best stevig! Nee, what the fuck! Tot daar! Zal het niet even vliegen niet, fucker? Ja, hallo, het ziet er toch goed uit, kom op. Dit lijkt toch wel op een vlieger? Ik vind het een vlieger. Ik ga hem nu even tapen, dus to be continued. Maar hey, dit is nice. Zo. Oh, there we go. Zie je, dat is hoe je een hoekje tape. Ja. Prachtig, toch? Ja, mooi man. Helemaal top. Helemaal top. Hier is je tape. Ja. Zie je, we werken toch nog wel een beetje samen. Geen echte concurrentie hier. Een beetje wat vriendschappelijke. Oh, oké. Okay. Het is wel mooi hoe we zeg maar, zonder voorbereiding hierin zijn gegaan. Ja, gewoon. Hé, hey, laten we vlieger maken. Ja. Leon, hoe het is. Als ik nou geen professioneel zie, geloof ik. Hoe het is. Boom. Oh! Ja hoor! Kijk, ja geluid. Hoor, ja. Dat is die geloof daar en dan. Oh. Engineer, een professioneel vliegerbouwer. Joost gaat verder vliegers uitbrengen. Gewoon ja, inderdaad, eigen merchandise van vliegenbeurs. En een zwaartje. Leon, het is af, mijn frame. Mijn ook. Wacht. En de power combines, we hebben de vliegers. We hebben de vliegers. Oh, ja, is compleet niet terecht. Ik moet hier even geleuf in gaan maken, zodat ik daar het touw omheen kan binden en dan ook hier naartoe. Dus ik moet even kijken hoe ik het ga doen. Gewoon doen, hè. Oh! Ja, wat doe je? Niks, ik heb niks. 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 John. Niks. Niks. Nee. Leon. Ja? Hij is toch heel? Check deze takjes. Oh, die zijn echt. Ja, die zijn legit nice. Goede takjes. Die zijn inderdaad nice. Oh shit. Mijn vader thuis vanavond. Joost, waar de fuck is mijn PVC? Ja, ik had het net nodig. Ja, inderdaad. Ik had het bewaard. Ik had het daar neergezet zodat ik het zou pakken. Maar ja, weet je, ze krijgen ook fucking metalen vliegtuigen van de grond af. Hey, even eerlijk, check dit. Het ziet er oprecht goed uit. Right? Ik ben echt een beetje. Ik ben nu wel een beetje. Ik vind het cool. Wat wordt dat donker zo trouwens? Ja, we moeten wel opzitten. Moet je echt opzitten. Ik ga dit niet kunnen handelen. Nee. Kijk, okay, ik ga mijn A4'tje beginnen, Leon. Ja, okay, ik begin aan het papier. Oh, mij heeft meer tijd nodig, man. Oh, hoe de fuck gaan we dit doen? We hebben geen lijm. Maar ik heb wel dit. Plakband. It's gonna take a while. Dat is geen lijm. Nee, klopt, maar het moet maar, Leon. Ja, ik ga mijn design niet afkrijgen, Joost. Waarom niet? Ik heb te mijn is te... Hier, ik ga toch ook lekker. Ja, maar ik niet. Dat is heel goed. Dus oh my god! Ik geef... Nee, niet opgeven, Leon! Leon, rustig! Dan krijg je de camera. Hey, Joost. Hoe zijn wij zo? Het ging goed. Ik had een goed begin, maar... Pak je dat, man. Oké, okay, laat even zien wat je hebt. Dit is mijn tot nu toe, weet je wel? Ja. Hij is ge... Nee! Leon, wat heb je gedaan? Ik ben nu mijn papier op aan het plakken. Oh, je gaat je papier ook met duct tape oppakken. Jongen, duct tape is strong. Ja, maar hij is ook zwaar. Strong wind. Ja, jij wilt gewoon dat jouw vlieger in die end gewoon overleeft. Ja. Ik wil dat die van mij gewoon de lucht in gaat, Leon. Look at this. Look at this, Leon. Eerlijk is eerlijk, geef toe. Dit is toch gewoon een mooie vlieger. What a nature is in here, weet je wel. Je hebt hier les in gehad. Ik weet het niet, Leon. Dat is te lang geleden. Dit is echt gewoon puur improvisatie. Ja, dat zou ik ook zeggen hoor. Puur improvisatie. Ik moet wel even vliegen, want ik moet even weten hoe die touwen werken. Als we die touwen niet goed doen, dan vliegt hij nooit. Hij moet gewoon goed vliegen. Het is donker buiten, Joost. Ja, kut, het is donker, ja. Het is donker. Oh, oké, okay, I get it. Ja, yeah, you get it? Ja, yeah, I get it. Touw 1, zit erop. Oh. En dan moet je zeg maar zo een touw er nog overheen doen. Dus Leon doet dit. Leon. Oh my god. Hij is ook stabiel. Ja, en dan hier in het midden moet je dan zeg maar het touwtje vastnopen om hem dan vast te houden. Maar je hebt ook echt... Oh my god. Oh my god, Leon. Leon, look at this. Oh my god, je hebt echt een vlieger. Jij hebt gewoon echt een vlieger. Dat is toch ook de bedoeling, man? We moesten een vlieger maken. Ja. Dit is mijn handtekening erop. Oh shit, I fucked dit up. Oh my god, ik heb een beetje voor een beetje. De handtekening staat erop. Je ziet het niet, want het spotlood. Ik ga hem testen, Leon. Leon, het werkt nooit, man. Dit is veel te zwaar. Het gaat werken. Het is wat te zwaar. Gaat werken. We moeten naar een plek met veel meer wind. Ja, dijk. De dijk, ja. Het moet op de dijk gebeuren. Die man denkt dat hij gaat winnen. Huh? Little does he know, ben ik een professionele vlieger maken. Oh, ja hoor.
Kijk! Jongens! Kijk! Oké, okay, wat de fuck heb jij gemaakt? Ja, we hebben geen tijd om te decoreren. Sorry, dat we niet decoreren. Misschien een andere video. Neem jij de camera mee? Ja! Let's go. We moeten wel in de kofferbak. Oké. Oké, we zijn er bijna, Joost. We zijn er bijna. We gaan nu de dijk op, zeg maar. Hopelijk zijn de windstoten niet te erg dood, want anders is ons vlieg gewoon rip in pieces. Gewoon instant dood. Oké, let's go, Joost. Oh shit. Oh, ja, oké, er is wel wind. Er is wel wind. Oh, Jesus. Oh. Oké. Yo, waar gaan we heen? Daarheen. Oké, ik heb zeg maar zo'n deadcat op mijn microfoon, zodat jullie de wind niet horen, maar ik denk dat jullie zelfs deze wind kunnen horen. Check die microfoon levels. Jezus. Sorry voor de ruis, jongens. Het waait tering hard. Hier is wel een goede plek. Dat is Leon's vlieger. Ja, nu... En dat is mijn vlieger, oké? Mijn vlieger is echt mooi, maar ik moet steven. Oké, moet... Oh, hij vliegt wel! Oh, hij vliegt! Wacht, oké! Oké, neem maar iets... Ja! Ja! Let's go! Oh! Oh, ja! Oh! Ja! Ja? Oh! Ja, dat is moeilijk! Oké! Ja! Oh! I believe I can fly. Ah! Waar is hij heen? Waar is de vlieger heen? Waar is hij heen? Waar is hij heen? Wat die vlieger, ik kan er niet overheen. Oké. Oh! No! Ja, ik zeg het je. I fight! Oh! Put it down! Fucking hell, man. Ik denk dat je gewoon op de grond moet hebben en gewoon moet gaan rennen. Zou je denken? Ja. Ik weet niet, man. Ja, oh. Hij moet even recht blijven. Oh. Ja? Oh, shit! Oh, what the fuck! Ik kom weer! Fucking hell! Ja, Joost, laat er niet. Leg hem op de grond plat, anders. Er zit een gat in. Anders vliegt hij omhoog, Leon. Okay. Op de grond, leg de grond. De grond. Okay. Ja, hop! Hier, dit kunnen we maken nog, nog één keer. Kom op, let's go. We moeten. Oké. Okay. Doe het! Waar is de wind? Daar! Oké, ja! Laat hem los, laat hem vieren! Ja, Laat hem los, laat hem vrij! Ja! Oh! Ah! Oh shit! Ja! Hallo! Joost! Ga mij de testen! Hier! Oh my god, hij is zo dood! Er zit een enorm gat in. Ben ik klaar voor? Ja? Ja! Ja! Wat een prachtig moment. Oké, 2, 1, go! What the fuck? Ja! Ja! Holy shit! Die van jou deed fucking goed! Holy shit! Ik ben verkouden.
Ik ook. Want dat hebben we overgehouden in dit avontuur. Maar goed, oké. Battle damage tijd. Het plakband bleek uiteindelijk toch niet zo'n goed idee te zijn. Nee. Oh ja, en moeder natuur heeft me verraden. Het stokje is gewoon gebroken. Ja, het ziet er wel heel mooi uit. Ja. Maar het werkt gewoon niet. Hij bleef wel even vliegen. Oh, hier ziet er ook gebroken. Maar hij bleef wel even vliegen. Kijk, dit voor mij is niet echt lief. Gelijk met die piano is echt lelijk. Dat het ding de lucht in zou gaan. Oh shit, wacht. Ik had niet verwacht dat die voor jou zou vliegen. Ik ook niet. Kijk hoe het eruit ziet. Kijk de achterkant ook. Het is zo scheef. Het is gewoon niet symmetrisch. Maar ja, die voor jou bleef het langst recht. Ja. Zeg maar, toen jij hem ging trekken, bleef het langs recht. Voor mij ging heel draaien. Ja, voor mij heeft het wel R eigenlijk. Ja. Oké, okay, nou anyways, bedankt voor het kijken naar onze do-it-yourself vliegerbouwskills. Doe een duimpje omhoog als je meer wilt zien, want we hebben best wel ideeën voor nog een video met dit. En de bouwmarkt. Leon is dood. Thanks voor het kijken en later. Yes.